kijkers weten dat ik enige tijd geleden over een berg grond heb verteld. Die zou gaan verdeeld worden over een perceel. En het is zover. Ja, het is allemaal in een stroomversnelling gegaan. Vandaar dat we nu ook heel snel richting de locatie gaan. We gaan al in de avond starten. Morgenavond ook. Want binnen enkele dagen wordt de tuin aangelegd. Dan is het aangevuld met grind en kunnen wij niet meer terecht. Samen met Elbert hebben wij de berg ontdekt en contact gelegd met de mensen. Dus we gaan daar nu heel gauw naartoe, want we vonden al 17e eeuwse vondsten. Ja, klopt ja. Leeuwencent. Ja, die is mooi zeg. Zo. Lekker hoor. Ja, we zijn dus nu op de locatie en Elbert die staat hier naast mij. Net vond hij al een leeuwencent, maar nu vindt hij gewoon aan de oppervlakte een pijpenkop. En er staan echt nog mooie dingen op, dus we gaan eventjes dichterbij kijken. We gaan even kijken, laat maar eens even zien. Die haalt hij er gewoon uit. Wat staat er? Een LKM kroontje en een visje. Een kroontje en een visje. Waarschijnlijk uit Zeeland, of weet ik veel wat. Wat een mooie. Leuk zeg. Dat zijn goede tekens, Elbert. Het merk IKM is in Schoonhoven gebruikt door Jacobus Arnoldus Murk in de periode 1766-1806. Jacobus was een achterkleinzoon van de beroemde Schoonhovense pijpenmaker Gerrit Nobel, 1680-1711. En waar zag jij er nog eentje liggen, denk jij? Daar zo, bij achter de plank, maar... Ja, dat is een steen. Ja. Deze bedoel je zeker, of niet? Knipte, ja. Knipte maar uit. Ja, dat is een kiezelsteen. Ja, ik heb een munt. Het is een duit, denk ik. Een koperen. We gaan even kijken. Even schoonmaken. Want nu zien we nog niet veel. Maar ik denk dat we er wel wat van kunnen maken. Want hij komt uit de klei. Dus dat wordt nog wel wat. Toch weer een munt. Super gaaf. Hij wordt zichtbaar. En er staat trajectum. En hij is ergens 17e eeuw. 1600. Ja. 1640. Maar kijk. Hij is dus zichtbaar geworden. En dat dacht ik ook wel, want het is een beetje zanderige grond, dus dat blijft al beter bewaard. Wapenschildje. En hier lezen we trajectum. 1654. Ik heb weer een munt. En ik denk een koperen, maar hij komt met een hoog signaal binnen. We gaan kijken samen. Dit is hem. Spannend, spannend. Wat is het? Ook een oude volgens mij hoor. Kijk, luister maar eens even mee. 26 VDI. Ja. Wat zal dit zijn? Het is een mooie nog hoor. Een beetje een natuurlijk schoonmaakmiddel. We gaan zo meteen deze pallet waar jij op staat, gaan we maar even verplaatsen. Maar hij komt hoog binnen joh, Elbert. Wat is het? Ik weet het niet, ik denk weer een duit of zo, maar wel een hele mooie staat nog. Maar hij is wat groter. Dat, er staat wat. Staat daar. Oh, hier, ik heb hem ondersteboven. Dit is 1783. Ben ik nou blind? Zeelandia. Lees ik het toch goed? Ik werd een beetje kippig, maar het is echt Zeelandia. 1783. Prachtige nog, zeg hij. Een oogvondst. Zal die ook met details zijn? Zal er wat op staan of is die vlak? Oh, hij is kapot. Ja, dat is meestal ook maar. Hij is gewoon vlak, maar er staat wel ook geen stempeltje op, dus dat was een goedkoopje. Ja, gewoon op het oog, hè? Ze liggen hier gewoon op het oog, kan je nagaan. En een oud lepeltje. Koper. Een koper lepeltje. Geen stempels.
Nee. Maar wel leuk. Een leuk lepeltje. Top. Maar kijk, ik zal hem even hier neerleggen. Dit is het gespje dat ik net vind. Nou, je ziet hoe groot die is ter vergelijking met mijn pink. Dus een klein gespje, wat leuk. Dit is een mooiertje. Nou, dan stel ik voor dat we nu gaan afronden en dan morgen weer verder. Als de grond verdeeld is, dan kunnen we er weer lekker bij. Zeker. Kijken wat dat op gaat leveren. In ieder geval hebben we nu alvast wat leuke muntjes. En dan jij ook een leuk muntje, een glijpijp. En een gespje, een lepeltje. Dus morgen weer verder.